Hey, hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Dit keer heb ik 3 tips. En voor wie? Voor de weermannen. Ja, het eerste tip. Kijk eens wat vrolijker. Ik weet dat het weer heel serieus is. Ik weet dat het komt na het journaal. Dus ja, eerst het journaal, dan moet je al gewoon goed nadenken. Oeh, wat de serieuze dingen worden daar besproken. En oeh, wat is het allemaal, het nieuws van de wereld. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar dan komt het weer. En dat kan natuurlijk niet gewoon één grote jolige boel zijn. Hè? Alhoewel ik dat wel een hele leuke afsluiter van het journaal zou vinden. Maar goed, het hoeft niet extreem vrolijk, maar iets vrolijker kan wel. Want wat zien we? We zien een man in een pak, netjes, strak, helemaal piekfijn verzorgd. Die met glimmende schoenen, ja, ze stralen je tegemoet, jou gaat vertellen hoe het weer van vandaag, morgen en de komende tijd zal zijn. Ja, heel interessant. Tenminste, dat vind ik. Ik vind dat heel erg leuk om die kaarten te bekijken en te weten van hoe gaat het allemaal. Wat voor temperatuur wordt het de komende tijd? Ja, het wordt weer mooi weer. Maar mijn partner vindt er helemaal niks aan. En dat vind ik eerlijk gezegd ook. Het iets vrolijker presenteren zou het ook een stuk aantrekkelijker maken. Want het is iedere keer hetzelfde. He, we gaan zus, we gaan zo, we gaan dit, we gaan dat. Nou, doei! En ja, als het aan mijn partner lag, dan werd hij al na het nieuws uitgedaan. De televisie, maar ik wil dan nog eventjes kijken. En vandaar dat ik deze tips heb gevonden. Dat is namelijk niet het enige. Ja, iedere keer is het hetzelfde. Wat ik al zeg, eerst gaan ze het hebben over eventueel Europa. En wat grote dingen met bewegelijke wolkengebieden die van beneden naar boven gaan en van boven naar beneden. En dan komt natuurlijk Nederland in beeld. En als Nederland in beeld komt, dan gaan ze vertellen over dat hieronderin is dat gebeurd. En dan bovenin is dat gebeurd. En ja, dan zie je natuurlijk al die wolkjes en al die zonnetjes of regenbuitjes en zo. Dus dat wijzen ze allemaal aan. En dan gaan ze naar de komende dagen, dus die laten ze dan ook zien, 1 voor 1, alle 5 achter elkaar. Uiteindelijk komt er 1 groot shot in beeld van nou, dit was dus hetgene waar het om ging. En dan krijg je 2 dingen te zien die belangrijk zijn. Altijd op dezelfde manier. Nou, daar heb ik ook in mijn blog iets over geschreven, dus daar kun je nog iets meer over lezen. Van wat die 5 stappen dan zijn. Het wordt natuurlijk hartstikke geregisseerd, dat nieuws. Maar goed, wat zou dan leuk zijn als je je moet die stappen doorlopen waarschijnlijk. Maar waarom maak je het niet wat leuker met iets interessants, een interessant weetje? Er is altijd wel een interessant weetje. Bijvoorbeeld van welke satelliet je de informatie gekregen hebt. Hoe ver boven de aarde hangt die? Hoe snel is de windrichting? Met wat voor apparaat meet je die windrichting? De barometer, hoe werkt een barometer? Ik weet niet, dat zijn misschien dingen die te ingewikkeld zijn of te lang zullen duren. Maar je zou toch heel kort eventjes zo een weetje zo op kunnen laten poppen van nou, dus je satelliet is een zo die zo ver kilometer hangt. Daar had ik een mooi plaatje van en daardoor weet ik nu dat. Of ik heb de aantal millimeters van gisteren heb ik gemeten, dat was zoveel. En ik verwacht dat er nu wel nog meer loopt, binnenkomt van die millimeters. Lastig om dat allemaal een naam te geven. Want ik weet niet hoe die apparaten heten waarmee je dat allemaal meet natuurlijk. Maar het is toch wel leuk. En misschien kunnen ze dat dan in beeld doen van nou, gisteren was het zoveel. Of eergisteren was het zoveel. En dan allemaal van die dingetjes naast elkaar. En dan nog de naam eronder van het apparaat. Bijvoorbeeld weet je dat ook weer. Als je dan denkt van oh, dat wil ik zelf nog wel een keer opmeten. Kan je zo'n ding kopen. Want je weet de namen van. Die heb je van de mannen van het weer geleerd. Dus
Een interessant weetje op zijn tijd zou ook ontzettend interessant zijn. Maakt het ook interessanter om naar te kijken, in mijn ogen. En tenslotte, dan heb je natuurlijk ook gezien dat hun linkerhand, daar hebben ze zo'n zwart dingetje in. Hè? Zo, en dan denk je van, wat is dat? Nee, dat denk je niet, dat weet je gewoon. Dat is zo'n apparaatje, je drukt op het knopje en het volgende dia komt in beeld. Het is gewoon een dia, het is eigenlijk gewoon een PowerPoint-presentatie. Heel mooi vormgegeven, maar klik op de knop, volgende dia. Klik op de knop, volgende dia. En dat doen ze heel voorzichtig, die klik op de knop. Hè? Dat is echt, je ziet het bijna niet. Nou, dat is waarschijnlijk ook de bedoeling dat je het niet ziet. Maar ja, je weet het toch, want je ziet het wel in hun handen. En wat gebeurt er? Doordat je iets in je hand hebt, word je dus eigenlijk beperkt in je bewegingsvrijheid. Dat moet je vasthouden. Dus als je iets wil vertellen met twee handen, heb je dus een vuist en je hand. Dat is niet prettig. En daarom denk ik, doe dat dan niet. Zorg dat of iemand anders de knoppen voor jou bedient, zodat je gewoon kan vertellen. En stel dat je zegt, als ik nog met mijn hand zo'n gebaar maak, dan komt de volgende dia. Of je doet een ander tekentje, misschien dat je even zo doet. Of, ik weet het niet. Je kunt vast wel wat verzinnen. Of even een knikje, dan komt ook weer de volgende dia. Maakt niet zoveel uit. Maar je kunt natuurlijk ook een polsbandje doen. Dat is mijn tip, mijn derde tip. Polsbandje. Want met een polsbandje kan je dat ding met dat knopje erop doen. Je bent aan het vertellen, je hebt je handen vrij en zo. Dan doe je even zo, polsbandje. En dan ga je verder vertellen, want de volgende dia komt in beeld. Heb je je handen gewoon vrij? Kun je gewoon doorgaan en dan kun je gewoon dingen aangeven. He, twee handen. Zo kun je iets groots maken, maar als je het zo doet, dan is het toch een beetje raar. Want je zit met zo'n ding in je handen. Ik vind het nooit zo handig. Het is heel makkelijk voor iemand om dan zelf degene te zijn die door kan klikken. En toch denk ik altijd, laat iemand anders bij je zijn en dat voor je doen. Ja, of probeer het met een polsbandje. Dan kun je, daarna kun je je handen weer vrij gebruiken. Verder vind ik het wel ontzettend leuk hoe ze hun verhaal houden. Het is natuurlijk niet makkelijk om iets echt te vertellen. Het journaal wordt natuurlijk gewoon geautocued. Hè. Dat is heel makkelijk. Die mensen die lezen het gewoon zo op voor ons. Maar het weer, dat vertellen ze echt. Want ze kijken naar achter en dan kijken ze naar voren. En dan, ja, ze houden hun verhaal en ja, dat lezen ze niet voor. Dat maakt het natuurlijker als ze het gewoon echt spreken. En dat vind ik dan wel weer heel erg top. Goed, dat waren mijn drie tips. Ik hoop dat je weer genoten hebt en er plezier van beleeft. En ik zeg tot de volgende keer, tot de volgende week en tot ziens. Doei!